als sneeuw voor de zon. Ja jongens, de sneeuw is verdwenen. Sneeuw is als voor sneeuw voor de zon verdwenen. Zonde, maar we gaan gewoon een video opnemen. Ik zeg yo. Vriendjes en vriendinnetjes. Welkom terug bij Daddy Q. Yo, welkom terug. Tweede kerstdag. En we gaan eens even kijken of er gratis items bijgekomen zijn. Sneeuw is in ieder geval weg. Gratis items, zijn die erbij gekomen, Daddy? Hebben we gratis auto's? Nee. Hebben we echt geen gratis auto's? Nee? Shit. Dan moeten we het dus kopen. Oké. We hebben vandaag geen gratis auto gehad. Maar we kunnen wel een auto kopen als we willen. En wat voor een? Zo, wat voor een? Een Grotti Italy GTO. Oftewel een vette Ferrari. Kost wel geld. Ja, oké. Bijna 2 miljoen. Maar ja. Verkoop je gewoon een issie en dan heb je dat geld ook weer bijna elkaar verdiend. Ja. We gaan hem gewoon bestellen. Ik ga even naar buiten lopen. Op het moment dat je je gebouw uitloopt, dan zal je vervolgens alle gratis items vrijspelen. Dus daar moet je voor even ingelogd zijn en buiten je gebouw geweest zijn. Op dit moment hebben we geen gratis auto's. We krijgen wel de 28e krijgen we een gratis budget. En de 31e krijgen we een gratis Insurgent, dus dat, die auto's zijn gratis. 28e de Bussard voor de arme mensen en de Insurgent op 31 december. Het enige wat ik nu gratis heb is deze parachute. Nou ja, pakken we die maar. Maakt het uit. We gaan even kijken bij de nieuwe auto, jongens. De Grotti. De Grotti Italy GTO. Nou, dat laat niks aan de verbeelding over. Dit is gewoon een Ferrari. Dat zie ik aan alles. Wat een prachtige bak, zeg. Mooi hoor. Ziet er heel goed uit. We gaan hem even tunen. En ik ga er eerst even een keertje omheen lopen. Even in de spotlight zetten. Even eromheen lopen. Ja, kijk. Mooi man. Die rode kleur staat er ook fantastisch op. Wat een bak zeg. Mooi man. Ja. Ik zeg niks meer dan in. Wat een fantastische auto. De Grotti Italy GTO. We gaan hem even upgraden, jongens. Dat doe ik even op de dubbele snelheid, want ik weet hoe ongeduldig jullie zijn. En voordat jullie gelijk doorskippen, doe ik het maar even zo. Oké, we gaan zijn bij de front bumpers. Dan zijn we even door de opties aan het heen scrollen welke front bumpers er allemaal op zitten. Hoop opties. Ja, leuk. Nou, pakken we die eventjes. Achter hebben we ook wel een aantal bumpers. Ja, alles is natuurlijk naar persoonlijke smaak, jongens. Wat je wil upgraden, wat je mooi vindt, niet mooi vindt. Maar er zitten wel genoeg veranderingen aan dat die kan zorgen dat je je eigen persoonlijke auto... Hey, zelfs de motor kan je kleuren. We hebben de uitlaten. Er zijn er, even kijken, eentje met 3, eentje met 4. Oh, 4 zo om elkaar heen. Ziet er ook leuk uit. Ja, dan doen we die maar eens iets vier zo anders. Zwarte lipjes op je motorkap. Nou, ja, je moet me interessant vinden. Ik hoef het niet. Even kijken, de motorkap aan zich, de hoods. Daar zitten ook een hoop opties op. Even kijken, ik hoop dat jullie het een beetje duidelijk kunnen zien. Ik vind deze wel gaaf eigenlijk. Die ziet er ook goed uit. Nou, neem me die maar even. Maakt het uit. Eens even kijken, de klaksons hoeven niks te lichten. Daar hoef ik eigenlijk ook niks mee. Dan gaan we de liveries. Welke liveries zijn er allemaal voor deze auto? Ik scroll er gewoon even rustig doorheen. Kijk maar even wat je er leuk aan vindt. Persoonlijk heb ik zoiets van... Oh, die is wel gek. Persoonlijk heb ik zoiets van... Nou, weet je, een livery. Een livery is wel... Ja, ik weet niet. Is niet altijd mooi. Ik vind het niet altijd mooi. Ik vind hem persoonlijk vind ik hem zoveel mooier. Maar ja, dat is Daddy. Het mag niet uit. Spiegeltjes in kleur. Ja, doen we ook maar. Spiegeltjes in kleur. Even kijken wat hebben we nog meer. Kentekentje erop. Uiteraard altijd een eigen kentekentje erop. Gewoon omdat het leuk is. En de roof, de roof heeft ook verschillende opties. Een hoop opties trouwens. Carbon roof, sports roof. Even kijken met een scope erop. Nee. Ik geloof niet dat ik er wat op kan. Nee, laat me zitten. Nee, ik laat hem wel zo. Doe maar gewoon rood. Doe maar rood, ja. Even kijken, dan hebben we hier zo de skirts. Laat ik ook even doorheen. Skirts, hier zo. Ja, nou, daar ben ik nu niet over uit. Nee, laat me zitten. We kijken later. Op een later moment wel even rustig op mijn gemak. Ik wil jullie even snel door de spoilers heen meenemen. Verschillende spoileropties. Zelf ben ik niet zo van de spoilers, van die hele opzichtige dingen. Doe mij maar een kleintje. Want de spoiler heeft namelijk wel effect hè, op de rijgedrag. Dus ja, spoiler moet er wel op. Als je meer downforce wil... voor de rest allemaal standaard dingetjes. We gaan hem even meenemen. Ik neem hem even mee naar buiten.
Ik ga jullie gelijk laten zien. Ik doe het even in een job, want dan is het mooi daglicht. Maar de sneeuw is weg, jongens. Ja, jammer. Ja, de sneeuw is weg. Dus even kijken. De zon schijnt op onze prachtige, mooie, rode bolide. Ziet er goed uit, zeg. Mijn god. Ja, ik vind het echt een mooi autootje. Je zou bijna denken dat het een supercar is, maar het is echt een sportscar. Het is, hij lijkt wel wat op die Massacro. Daar heeft hij wel wat van weg. Die koplamp ook. Maar die achterlichten, dat doet alles vermoeden dat het een Ferrari is. Ja. Mooi, mooi ding. En hij rijdt redelijk goed. Ik kan niet zeggen hoe goed hij rijdt. Ik heb er nog niet lang genoeg mee gereden. Dus hij zal zich nog moeten bewijzen. Tegen een Paraya vooral, hè, natuurlijk. Maar ik denk niet dat hij dat vermogen heeft. Maar dat zal later wel blijken. Dat was het voor nu. Ik zeg happy tweede kerstdag, jongens. Lekker naar de Meukenboulevard of andere dingen doen. Verplichtingen. En dan spreken we elkaar later weer. Yo, Daddy Cool signing out. Till next time. Ciao. Oh ja, en weet nog iemand een goede spuiterij waar ik mijn auto even kan brengen? 5 minuten oud. Al helemaal een gort gereden. Ik ben ook zo slecht met auto's, hè. Verschrikkelijk. Help, help, ik zoek een spuiterij. Wie weet spuiterij?